Goedemiddag, mijn naam is Erik Kwakko en ik werk de hele dag met dode koeien. Dat wil zeggen koeien die al zo'n 1000 jaar dood zijn en nu bewoners zijn van doosjes in bibliotheken, namelijk middeleeuwse handschriften. Ik heb het natuurlijk over perkament en over het kijken naar perkament en het informatie ontlenen aan dode beesten. We hebben het over andere dode dingen gehad, maar de koe voor mij is inspirerend wat dat betreft. We hebben het dan over een object van voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Dus alles is met de hand en dus veel spannender en leuker. En ook veel meer vatbaar voor zeg, individuele expressies dan het gedrukte boek is. En dus de boekdrukkers en de bestudeerders daarvan mij daar vreselijk voor op de kop gaan zitten volgende week. Maar dat vind ik niet zo erg. Ik ben als boekhistoricus geïnteresseerd in de vraag, wat zit er in het boek, maar eigenlijk nog meer, hoe staat het er? Dus ik zeg wel eens tegen mensen, ik lees nooit in een boek, maar ik kijk er alleen maar naar. En ik vind eigenlijk ook, als je een boek leest, dat leidt alleen maar af. Dus ik probeer ook heel goed, eigenlijk alleen maar naar de buitenkant te kijken. En vooral ook niet die woordjes tot mij te laten doordringen. De grap is natuurlijk dat alles wat wij over de middeleeuwen weten juist tot ons komt door het lezen van het blad. En daarom zou je kunnen zeggen, ja, wat doe je nou als boekhistoricus eigenlijk met die objecten als je het niet leest? Wel, er is nog heel veel te zien als je het boek aanraakt, als je om de woordjes heen kijkt, als je kijkt naar kleur, als je kijkt naar vorm van het blad, als je kijkt naar formaat, regels, hoe de regels op de bladzijden zijn gezet, want behalve als je een zebra hebt, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen natuurlijke regeltjes op een blad staan, als het huid is natuurlijk blank. Dus er is veel te zien aan het boek, zoals we dat nu allemaal in doosjes hebben liggen, wat natuurlijk doodzonde is. Dus mijn taak vind ik ook het uit die doosjes halen van die objecten en te laten zien aan een breed publiek, maar ook aan een publiek van historici, hoe je daar eigenlijk nog veel meer mee kan doen. Hoe je daar nog veel meer informatie uit kan halen, behalve zeg maar, buiten het eigenlijke lezen om. Hoe groot is het blad? Hoe staat de tekst geparkeerd op het blad? En recentelijk ook, is het misschien gemaakt van afvalmateriaal? Het nodigt uit tot brede vragen naar hoe werd er onderwijs gegeven? Hoe discussieerden mensen? Hoe werd een bepaalde tekst gerecipieerd? Al dat soort dingen kun je lezen in teksten, maar zoals gezegd, dat vind ik niet zo interessant. Maar je kan het ook zien aan het blad. Je kunt zien aan de presentatie van de tekst op een wit vierkantje. De studie van het materiële boek is voor mij dus het startpunt tot een veel bredere cultureel-intellectuele studie van hoe mensen dachten en hoe mensen leefden. En het meest uitdagende eigenlijk vind ik dat het op het blad is te zien en niet zozeer te lezen. Dus de kunst van het onttrekken van informatie aan iets wat niet letterlijk is geschreven, vind ik het inspirerend aan mijn object. Als je kijkt en je denkt van, hier staat niets, ik kan hier niks mee, en dan nog eens een keer kijkt en dan denkt van, oh, maar ik observeer deze kleur of deze vorm, en het kan het combineren met de tekst die in het boek staat, dat ik niet heb gelezen. En dan kan je zeggen, ah, dus dit is er aan de hand, dit boek werd op dit moment in de tijd, zeg in rond 1400, op deze manier gebruikt. Dus een gemiddelde werkdag van mij bestaat uit het aanraken van koeienhuiden die 1000 jaar dood zijn. Maar het verklaart ook hopelijk waarom de teksten op het blad staan zoals ze op het blad staan. Dank u wel.